Welkom bij de Dierenkliniek. Kater Gizmo moet voor de derde keer aan een infuus. De hoogbejaarde Mary Linette heeft een schoonmaakbeurt nodig aan haar gebit. En bij dierenarts Willem-Jan Kitselaar in Driebergen is Flappy bijna aan de beurt. Ach, god, moppie. Flappy is geopereerd aan zijn gebit en moest een paar dagjes in de kliniek blijven om te herstellen. Hé. Op de straks lekker mee naar huis mag, joh. Als je lekker eet tenminste. Mijn vriendinnetje toe, hè? Nou, hij had er op een gegeven moment hier, het is dit oog, een hele grote bult op zijn wang. En toen ben ik gelijk naar de dokter gegaan. En die kneep hem uit en toen kwam echt via zijn ogen en via zijn neus kwam allerlei troep naar buiten. En hij dacht eerst dat het een absces was en toen heeft hij hem hier naartoe gestuurd. Omdat ze hier natuurlijk gespecialiseerd zijn echt in konijnen. En toen ontdekten we dat het gewoon een ontstoken en verstopte traanbuis was. Flappy. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Flappy heeft tegen zijn verstopte traanbuis medicatie gekregen, maar dat had geen resultaat. Daarom heeft Willem-Jan de linker snijtand van Flappy moeten trekken. We hebben lang geprobeerd het zonder snijtand weghalen op te lossen. Ja. En dat lukte niet. Nee, niet meer de medicatie alleen niet onder controle. En de traanbuis was te veel geblokkeerd door de wortel van die snijtand. Dat we eigenlijk toch ervoor gekozen hebben om de snijtand te trekken. En dat is goed gegaan, gelukkig. Ja. Dus hij is in zijn geheel eruit. Ook met de laag die de cellen die de tand vormen, die is meegekomen. Dus okay. Ik ben eigenlijk vrij zeker van dat deze tand niet teruggroeit. Ah, dat is mooi, ja. En ik heb daarna meteen de traanbuis gespoeld. Om te kijken of daarna mee de blokkade opgeheven werd. En ik kon daarna de traanbuis makkelijker spoelen dan daarvoor. Ja. En als we vandaag een dag later kijken... Het ziet er heel goed uit. Ja, dan zien we ook geen pus meer in die ogen zitten. Nee. Dus ik ben eigenlijk tot nu toe best tevreden over het resultaat. Dit is de tand van Flappy, de linkerbovensnijtand. En als je nou al van voren kijkt, dan zie je dat die tand niet recht is. Nee. Maar hij is krom. En dat is dus niet goed. Daarnaast als je voelt, en ook als je van dichtbij kijkt, dan zie je dat hij geribbeld is. Ja. Dus de kwaliteit van die snijtand is ook niet al te best. Dan heb ik hier een schedel. Dan is dit een zeer afwijkende tand. Als je de tanden niet in kijkt, maar normaal gesproken is die tand ongeveer zo lang. Dat is de normale lengte van de snijtand van een konijn. Maar dit stuk is allemaal tand. Dus het is meer dan, pak bij 60-70% van die tand zit in zijn botten. En dan moet er wel eens een heel uitkomen. Het is precies een heel moeilijke operatie, als wel dat je heel geduldig moet zijn. Want je wil niet dat die tand afbreekt. Ja. Straks horen we of Flappy's snijtand inderdaad de oorzaak was van zijn verstopte traanbuis. Paardenarts Aukje van Sommeren komt aan bij het paardenrusthuis Happy Horse in Benschop. Daar woont de oude Mary Linette. Een paar maanden geleden ging het niet goed met haar. Ze was ontzettend afgevallen. De oorzaak bleek een vervelende ontsteking aan haar tandvlees, waardoor ze niet meer goed kon eten. Aukje heeft haar gebit behandeld en is nu benieuwd hoe het met haar gaat. Zo, goedemiddag. Goedemiddag. Daar zijn we. Hoi. Hallo. Hoi, en Linette. Marieke. Die ziet er aanzienlijk beter uit dan de vorige keer dat ik haar gezien heb, hè? Ja, het gaat hartstikke goed met haar. Ja. Ze staat lekker in de wei dag en nacht. Ja. En ze eet ontzettend goed en ze is lekker gegroeid. Ja, ze is lekker aan het uitdijen, zeg maar. Ja, precies. Het gras heeft er erg goed gedaan, volgens mij. Het gras doet er echt heel erg goed, ja. Ja. Goed, mooi. In ieder geval beter dan dat ze alleen nog maar verder zou afvallen. Ja. Dan gaan we gewoon weer, net als de vorige keer, het gebit behandelen. En ik ben benieuwd wat we nu aan gaan treffen. We beginnen even met de uitwendige inspectie van het hoofd. Dat gaat Andrea doen. En dan luisteren we daarna even naar het hart. En dan kunnen we er een beetje suf maken om daadwerkelijk de mond open te gaan maken. Ja, ja? Prima. Ja. Linette is nu 20 jaar en dat zien we toch wel een beetje als een ouder paard. Oudere paarden hebben vaak moeite om op gewicht te blijven. Dus dat ze snel mager beginnen te worden. Ander iets waaraan je ziet dat paarden oud worden is dat ze wat minder makkelijk door de vacht aan het komen zijn. Oké, even aan de andere kant luisteren. Als ze dat hebben zie je dat ze op het eind van de winter nog steeds best wel een lang vachtje hebben zitten. En dat lang in de vacht zitten kan een onderliggende oorzaak hebben die we kunnen behandelen. En kunnen proberen dat de oude dag ietsjes beter gemaakt wordt voor het oude paard. Ja. De 20-jarige Linette heeft vooral last van diastase. Diastase, dat zijn dus
ruimte tussen de kiezen waar voer zich ophoopt. En ja, dat voer wat daar maandenlang opgehoopt zit, kan helemaal het tandvlees aantasten. Dat is ook een typisch oudere paardenprobleem. We hebben er niet al te lang geleden al de scherpe puntjes en de haakjes weggehaald. Dus ik verwacht niet dat ze nu al weer heel scherp zal zijn. Het gaat nu met name dus om de diastase, dat we die moeten gaan behandelen. Linette krijgt een kalmerend middel, zodat Aukje rustig kan bekijken wat ze tussen die kiezen van het paard aantreft. Goed zo, Linette. Ja, ze heeft nog wat bewaard tussen de kiezen in. Qua hoe scherp het is, zullen we er niks aan hoeven veranderen nu. Maar we gaan wel al die diastase even goed schoonspuiten. En dan gaan we kijken hoe het tandvlees eruit ziet, wat er tussenuit ziet. En dan hoop ik dat het tandvlees ten opzichte van de vorige keer een beetje verbeterd is. Ja. Familie Eensting, komt u verder. In Den Dolder krijgt Martijntje voor de derde keer deze week bezoek van de kater Gizmo. Gizmo voelt zich niet lekker en drinkt en plast veel. Hoe gaat het vandaag? Goed, ja? Hij is buiten geweest en hij komt eten. Echt waar? Ja. Dat voer eet hij goed? Dat voer eet hij goed, super. Ja. En heeft hij nog gespuugd of iets? Of, nee, hij had wel nare ontlasting. Vrij dunne, maar het zal een nieuw voer zijn of zo. Kan? Of? Zo zelfs dat ik zijn haren weer wat moest wegknippen. Oké, okay. En is dat sinds vandaag of was dat gisteren ook al? Want heel nee, de vorige keer was het een goed... Het was goed stevig. Want het zou eigenlijk ook nog wel kunnen zijn van eventueel van de antibiotica die hij krijgt. Ja. Dus dat het daar... Ja. Moeten we even in de gaten houden hoor. Dat hij... Kijk, dat deed een beetje boos. Ja, dat kijkt hij altijd. 3 jaar hebben we hem nou, hè? Ja, op internet gevonden in het asiel, want we nemen al onze dieren uit het asiel. Samen met zijn maatje. Hij had al urineproblemen, hoor, dus die katten gaan niet zo gauw weg. En dat maatje wat hij heeft, die vloog me gelijk in mijn nek. En hij wou niet mee. Dus we hadden gelijk een klik daardoor waarschijnlijk. Maar ik vond ze leuk, dus ze kunnen niet zo geweldig opschieten met elkaar. De ene keer wel, de andere keer niet, maar hij is toch de dondersteen. Zij speelt de baas, ook over ons het liefst. Als hij hem iets niet bevalt, dan bijt hij ook. En, dan, of gaat hij hier. En als je een snoepje wil, dan tikt hij gewoon tegen je benen aan. Van hé, je staat bij de snoepjes, daar zit ze in het kastje. Ik wil een snoepje. Ja, hij heeft heel veel karakter, laat ik maar zeggen. Ja, daarom vind ik hem ook zo leuk. Ik hou niet zo van dat lieve. Hoewel die ander super lief is. Ik hou ook meer van stoute kinderen dan van hele lieve kinderen. Past bij me, denk ik dan. Ik ga even wegen weer. 4,75. Hij is aangekomen ook hoor, in die korte tijd. De bolle komt. Gizmo is hier 3 dagen geleden aangeboden dat hij niet meer wilde eten. En dat hij ontzettend aan het afvallen was. Of eigenlijk heel weinig wilde eten. Alleen nog maar een beetje nat speel. En heel veel drinken en heel veel plassen. En we zagen ook echt dat hij ontzettend afgevallen is de laatste tijd. En ik heb toen bloed geprikt. En toen kwam er uit dat hij hoge nierwaarde had. En toen hebben we verder onderzoek gedaan. Waar eventueel die nierwaarden door hoog konden zijn. En toen kwamen eruit in ieder geval dat hij dus een probleem heeft met zijn nieren. Dus dat zijn nieren zelf niet meer goed functioneerden. En eigenlijk wilden we hem behandelen met een intraveneus infuus. Dus met een slangetje in zijn bloedvat. Maar dat liet hij niet toe. Daar was hij te wild voor. En wat we nu hebben gedaan is gisteren en eergisteren en ook vandaag gaan doen. Is hem infuus onder de huid geven. En jullie merken al op eigenlijk thuis dat hij daar ontzettend van opknapt. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een dialyse, met spoelen. Dat je hem veel vocht geeft. En dat in ieder geval de afvalstofjes uit het bloed makkelijker worden afgevoerd. Hè? Dus ik ga het infuus in orde maken, dan gaan we dat nog een keertje geven. En dan gaan we daarna kijken of hij het zelf gaat oppakken, of hij zo goed blijft doen. Ja. Dierenarts Willem-Jan heeft bij Flappy een tand getrokken, omdat de wortel van de tand waarschijnlijk de traanbuis verstopte. Want normaal gesproken loopt die traanbuis van de punt van je oog naar je neus. Ja. Als u moet huilen, en ik hoop niet dat u het vaak doet, maar als je moet huilen... Moet ik altijd je neus ophalen. Ja, en waarom? Omdat dan tranen uit je ooghoek
via je traanbuis naar je neus gaan. Oké, ja. Dit is de schedel van uw konijn en als je dan kijkt zit hier het oog. Ja. En die traanbuis loopt dan zo. Alleen die is zo niet zichtbaar. Oké, ja. Dus wat doen we dan? Dan brengen wij extra contrast zeg maar aan in de traanbuis. En daarmee kunnen wij de traanbuis in beeld brengen. En als je die foto bekijkt, dan zie je hier in één keer de traanbuis lopen. Ja. Als je dan de foto van bovenaf bekijkt, dan zie je hier een traanbuis zoals die normaal hoort te zijn. Waarbij die iets smaller is, iets breder en iets smaller. En dat die echt eindigt in de neus. En hier zie je een traanbuis die veel breder is over de hele linie. Ja. Maar waar ook hier de traanbuis stopt en het contrastmiddel niet doorloopt zijn neus in. Dus hier is het echt een blokkade en die waarschijnlijk veroorzaakt is door deze snijtand. Ja. En daarom hebben we de snijtand linksboven verwijderd. Ja. Flappy is op zich een heel makkelijk konijn. Ik heb hem een jaar of zeven inmiddels. Nou, mijn vader heeft hem meegenomen. Een collega van hem moest er vanaf destijds. En hij dacht dat ik dat wel leuk zou vinden. Dus vond ik ook wel. Alleen hij mocht gelijk een nieuwe ren maken. Want ik denk, een konijn in een hokje vind ik gewoon zielig. Gelijk een vrouwtje erbij genomen. Ik denk, ja, dat is dan wel zo leuk. Je kan hem, hij is heel makkelijk te handelen en alles. Je kan eigenlijk alles met hem doen. Alleen het kan ook een ontzettende moppenkont zijn. Want hij heeft echt buien dat hij echt zit te grommen en dan kan hij echt ook aanvallen. Hij is ook een beetje de baas spelen, want als ze thuis komen inderdaad, ze zijn uit elkaar geweest en is het echt vechten. En dat vrouwtje is gewoon heel angstig. Die blijft heel bang, die is ook gedumpt. En hij is gewoon heel makkelijk. Maar wel een beetje de baas spelen, want hij loopt dus los met de kip en de katten in de tuin. En die zijn ook echt wel bang voor hem, want dan gaat hij nog wel eens achteraan. Door de snijtand van Flappy te trekken is de ontsteking van zijn traanbuis over. Maar zo'n tand trekken is niet zonder risico. Mogelijke problemen die kunnen ontstaan als je snijtand hebt getrokken, is dat de ondersnijtand, waar deze tand op groeit, maar die op normaal gesproken afslijt, dat die doorgroeit. Nou, normale konijnen normaal gesproken eigenlijk zo. Dus het kan zijn dat als je de linkerbovensnijtand trekt, dat de linker ondersnijtand ook afslijt op de rechterbovensnijtand. Oké. Okay. Dat hoop je eigenlijk. Ja. Dus ik heb de linker ondersnijtand niet getrokken. Nee. En je hoopt dat de linker ondersnijtand voldoende afsluiting krijgt op de rechter bovensnijtand die er nog zit. Ja. Maar dat moeten we gewoon in de gaten houden. Als dat niet zo is, dan moeten we misschien overwegen om die tand ook te trekken. Okay. En dan kan je wel nog met twee snijtanden functioneren. Ja. Voor nu mag je van mij eigenlijk naar huis. En normaal loopt hij natuurlijk buiten of hij zit in de schuur. Ja. Kan ik dat ook laten doen of moet ik hem liever gewoon binnen houden? In de schuur zou fijn zijn, niet op aarde of op gras op dit moment. Omdat het de wond nog even dicht moet gaan van zijn snijtand. Ja, want dan is ook een tussenscheiding met het andere konijn dat hij die ook een beetje kan zien. Want ik ben bang dat het ook vechten wordt als hij weer thuis komt straks. Nou, dat is op zich heel verstandig. Dat je hem even scheidt. Dat ze elkaar wel kunnen zien en kunnen ruiken en eventueel contact met elkaar kunnen hebben zonder dat ze met elkaar kunnen knokken. Ja. En hij mist nu een tand, dus hij kan minder goed van zich afbijten. Oh ja, ja. Maar hij is altijd de vechtersbaas hoor, dus die anderen moeten het altijd bekopen. Dat is niet aardig van je. Ik wil hem eigenlijk over een week even op controle hebben. Want dan kan ik bepalen of hij van de antibiotica af mag. Prima. Dag Flappy. In Benschop wordt het gebit van Linette flink schoongemaakt. De merrie heeft namelijk diastase. Dit betekent dat ze te veel ruimte tussen haar kiezen heeft. Het gevolg is dat voedsel zich daarin ophoopt en er ontstekingen kunnen ontstaan. Kun je nog heel even met de pauw vasthouden, dan maak ik de mond open. Goed zo, Linette. Moet ik dan nog steeds vasthouden of zo? Je mag ook wel aan de halsen vasthouden, maar als je maar wel op bedacht bent. Want het laatste wat ik wil is dat jij een klap krijgt, zeg maar. Dus wees daar vooral een beetje op bedacht. Overal tussen alle kiezen zit diastase met overal wel in meer of mindere mate wat gas opgehoopt. En kijk, nu kan ik delen al zo, pak ik al met mijn hand er tussenuit. Maar uiteindelijk hebben we daar gewoon die persluchtapparaat voor nodig om dat goed te doen. Het is een persluchtapparaat en dan komt dus, wat het al zegt, komt perslucht uit. En dat gebruiken we om het gras wat opgehoopt zit tussen die tanden eruit te wippen, als het ware. Gaan we even kijken wat ze daarvan vindt. Maar vindt ze dat niet zo leuk? Nou, dat gaan we achterkomen. Goed zo. Linette woont in dit paardenrusthuis in Benschop samen met een aantal leeftijdsgenoten. Het zijn hele leuke dieren. Ze zijn ontzettend
schattig en lief. En ze zijn ook wat rustiger. Jonge paarden zijn altijd wat feller, wat drukker. En oude paarden zijn toch wat rustiger, wat bedezer. En je kan er gewoon net even iets meer mee, vind ik. Ja, ik heb één paard. Dat is Coco. Die staat hier denk ik al 8 of 9 jaar. Nou, dat is een schat van een dier. Hij heeft nou de ziekte van Cushing, helaas. Dat is wel jammer. Daardoor is hij toch wat magerder geworden. En omdat hij hier al zo lang staat, is het gewoon een lievelingetje. Je kan er niet op rijden, maar dat is natuurlijk ook niet de intentie. De intentie is dat ze hier gewoon lekker kunnen genieten van het niks doen. Dus ze hoeven ook niet meer te rijden. De meeste paarden die hier komen, die gaan hier ook dood. En dat is natuurlijk wel een nadeel van een rusthuis. Maar aan de andere kant is het ook leuk om ze zo goed mogelijk te verzorgen. En als het eind dan daar is, ja, dat je dan het paard kan begeleiden tot het laatste. Dat is ook heel mooi om te doen. Nou, niet alles komt er in één keer met die perslucht uit. Dus dan gebruik ik deze om het een klein beetje los te friemelen, als het ware. Gaan we even kijken met het spiegeltje, even inventariseren hoe ver we zijn. Nee, nou, de 406 is schoon. Oh, hij beslaat een beetje. Een beetje aan de tong. 7 is ook schoon. Naar de 9 heeft hij een behoorlijke pocket zitten, maar die is gekregen. Oh. Naar de 10 heb je nog, zit er nog voer in. Ja, maar dat is wat ik ook nog zag zitten, maar ik kreeg het niet goed weg. Ja, dat is vervelend, hè? Maar dan krijgt Aukje de laatste klomp gras ook los en is Linette's gebit weer schoon. Omdat ze nog wat moet bijkomen van de behandeling en het kalmeringsmiddel, wordt ze even in een aparte ruimte gezet. Prima. Nou, dan zet ik er over 2 uur gewoon terug. Precies, daar kan ze gewoon weer op de bij. Ja. Of 1,5 uur. Dus nu 2 uur, 3:30, 4 zo'n beetje. Ja, is goed. Doe ik. Martijntje is een infuus aan het klaarmaken voor kater Gizmo. Extra vocht kan helpen de afvalstoffen kwijt te raken die zich in het lichaam ophopen omdat zijn nieren niet goed meer werken. Nou, dan breng ik een naaldje aan onder de huid. Oh, maar juist niet leuk. En dan ontstaat er een hele bult onder de huid, maar die trekt heel gauw weg. Dus die, het is een hele makkelijke manier van vocht toedienen. Hé? Ja, ze gaan mee met vakantie. Wintersporten gaan ze gewoon mee in de auto. En in de zomers gaan ze in de caravan mee. En dan gaan we wandelen met zo'n tuigje om. Ik geloof ook wel dat ze het best leuk vinden, want ze slapen bij ons in de caravan op bed. En ook stiekem natuurlijk op het appartement. Ja. Het is wel belangrijk als hij thuis ook veel kan drinken. Dat is goed voor hem. En het is altijd een beetje moeilijk, bij mensen geldt dat ook, dat je nieren, als daar iets mee is, dat je eigenlijk dat het hele gevoelige organen zijn, dat je die niet makkelijk, als ze eenmaal niet goed functioneren meer, dat je het beter kunt maken. En nou is het zo dat we met een nierdieet hem in ieder geval gaan ondersteunen, zodat hij zo min mogelijk afbraakproducten maakt tijdens zijn voeding en de nieren zoveel mogelijk ontlast worden. Het geluk was eigenlijk bij hem dat hij geen eiwitverlies heeft via zijn urine, dat hebben we gemeten. En dat is op zich wel, wel weer gunstig, weet je wel, dat een stukje van de nieren nog wel werkt. En je kan allerlei onderzoeken doen in ieder geval om te kijken hoe erg het met die nieren gesteld is. En als mens of als dier kun je prima met 50% minder nierfunctie, je kan prima op 1 nier leven. Maar vaak als je verschijnselen gaat krijgen is al meer dan 70% van het nierweefsel wat niet meer goed werkt. En een nier is eigenlijk een orgaan met allerlei filtertjes. En je gaat je bloed eigenlijk doorheen en het wordt dus gezuiverd van allerlei stoffen. En als die filtertjes niet goed werken, dan worden die afvalstoffen in je bloed hoog. En dan ga je dus niet lekker voelen. Heel veel katten die ouder worden krijgen dit probleem.
En dat is eigenlijk slijtage van die nieren. Andere oorzaken kunnen natuurlijk zijn een nierbekkenontsteking. En daar, bij hem ook, daar denken we ook aan, omdat we onder andere ook witte bloedcellen in zijn urine hebben gezien en ontstekingscellen. Dus vandaar ook dat we hem in ieder geval voor de zekerheid behandelen met antibiotica. Als het dat is, is het ook gunstiger. Dan zou die ook echt wel veel beter kunnen worden. Maar ja, helaas kan er dus ook al veel beschadigd zijn. En dan hoop je gewoon met nierdieet dat hij het nierdieet in ieder geval eet, maar dat hij dus ook ja, daar gewoon nog prima oud mee kan worden. Gizmo heeft waarschijnlijk nog een paar vochtbehandelingen nodig. Volgende week, Pony Spike krijgt de nieuwste sportschoenen en allerlei andere dieren in de dierenkliniek.